Aan het einde van het jaar maak ik altijd verschillende video's waarin ik terugblik naar het afgelopen jaar. Zo is de video van morgen. Die gaat over mijn totale vermogen. Maar in deze video wil ik juist gaan kijken naar mijn belegde vermogen. En tijdens de voorbereiding van deze video... ...zag ik dat ik eigenlijk al zoiets heb behandeld afgelopen maand. In een keer in een video. Uh, dat was de video over 41.000 euro beleggingen een jaar later. Maar ja, sinds die tijd, dat is zes weken geleden... ...is er best wel veel veranderd. Want de thumbnail van deze video is geen clickbait. Ja, nou ja, misschien wel een klein beetje. Maar het is in ieder geval niet gelogen. Want in de afgelopen zes weken... Heb heb ik bijna gemiddeld dat ik er 10.000 euro aan belegd vermogen op vooruit ben gegaan en dat is verre van normaal maar ja misschien ook dat wel weer dat dat een hele goede samenvatting is van 2020 want 2020 zeker wat betreft beleggingen is verre van normaal en laten we in deze video dan ook gaan kijken naar juist die veranderingen in de afgelopen zes weken gaan kijken naar hoe ik er nu voor sta wat zijn mijn beleggingen op dit moment ook een paar aandelen wil ik graag uitlichten van ja, welke zijn belangrijk geweest het afgelopen jaar en uiteindelijk een beetje een korte samenvatting geven van hoe beleggen was in 2020. Weer genoeg te bespreken dus, dus laten we snel beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Ben jij een van mijn abonnees en wil ik je heel erg bedanken, want gisteren uh, heb ik de 25.000 abonnees bereikt. Wie had dat ooit gedacht? Zeker niet een jaar geleden toen ik er volgens mij ik begon het jaar met iets meer dan 6.000. Dus het is heel erg hard gegaan. Ben je nou iemand die juist vanwege de thumbnail of de titel bij deze video's gekomen? En ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Lijkt het jou leuk om daar meer over te leren, meer over te horen? Uh, wil je zelf ook iets gaan doen aan je passieve inkomen, aan je vermogen? Abonneer dan zeker op het kanaal en dat kun je natuurlijk doen onder deze video. Maar laten we dan beginnen met deze video en beginnen met mijn beleggingen. Want zoals gezegd een paar weken geleden op 16 november 2020 plaatste ik een video... 41.000 euro een jaar later dat is iets wat ik elk jaar doe in november bestaat mijn kanaal telkens weer een jaar langer en dan ga ik altijd kijken naar wat heb ik eigenlijk qua beleggingen in ieder geval Bereikt in het afgelopen jaar. En mocht je die video nou willen bekijken. Want daar ga ik juist heel uitgebreid in op mijn beleggingen. Dan zal ik hem hier even in de hoek plaatsen. En natuurlijk ook een link onder deze video. Maar in ieder geval in die video, kort samengevat. zie je dat mijn vermogen. mijn belegde vermogen. van 41.000 euro in november 2019 groeit. naar 127.000 euro. Afgelopen november, november 2020. Oftewel een toename van zo'n 87.000 euro. Terwijl ik maar 27.500 euro heb ingelegd. Dus best wel veel vermogensgroei. Maar sinds die video is er best wel veel veranderd. Ook al is dat maar 6 weken geleden. Er is gewoon heel veel gebeurd op de beurs. En zeker met mijn aandelen. En daarom ga ik dus ook gewoon wederom een beetje een terugblik maken. Al is het vooral gefocust op die laatste 6 weken. Dan moet ik je natuurlijk wel meteen erbij vertellen dat wat je dadelijk gaat zien dat dat verre van normaal is. Zoals het hele jaar misschien wel een beetje is. Maar ga dus niet vanuit dat als jij nu ook gaat beleggen, hoe interessant dat ook is, dat je niet dit soort rendementen kunt halen. Het gemiddelde rendement op de lange termijn is gemiddeld 7% per jaar. Er zijn jaren dat het goed ging, zoals vorig jaar met 25%. Er zijn jaren dat het slecht gaat, zoals 2008. Misschien weet je het wel, de financiële crisis. Dan gaat het misschien wel min 30 of 40%. Dus uiteindelijk kom je op de lange termijn uit op. Gemiddeld is 7%. Maar dat gezegd hebben, we de. laten we gaan kijken naar een actueel overzicht van mijn beleggingen eind 2020. En in dit overzicht zie je in de eerste kolom alle brokers zeg maar, waar ik gebruik van maak. Uh, beginnen met Bing Forward, de Hiro, Itoro, tot en met Exporo. In de kolom daarnaast zien we dan wat het 1 januari van 2020 was, wat de waarde was van die broker. Daarna zien we een kolom van 16 november, dus dat is het moment dat ik die vorige video maakte. Toen had ik dus ongeveer. Um, ja, wat ik zei, 127.000 euro belegd vermogen. In de kolom daarna zien we dan de inleg die ik heb gedaan sinds 16 november. Dat is wel even belangrijk om te weten, want uh, ja, het is eigenlijk een update van die laatste video. Dus mocht je meer willen weten tot 16 november, kijk dan die andere video. Deze video is eigenlijk juist voor de laatste zes weken. Dan hebben we dus de stand van december van 2020. Op het moment dat ik deze video opneem, uh, 28 december is dat, dan zien we de, het verandering sinds november... En uiteindelijk ook de verandering sinds januari. Nou, laten we gewoon even bovenaan beginnen. Bing forward, eigenlijk niks te melden. De vorige keer was ik er al uit, was het al nul. En nu is het nog steeds nul. Ik ben nog wel van plan om dat volgend jaar weer op te pakken. Maar dat stel ik dus nog eventjes uit. Kijken we naar de Giro, dan was dat begin van het jaar, zeg maar, net geen 19.000 euro. In november was het 104.000 euro. Inmiddels heb ik 4.000 euro extra ingelegd. Uh, maar is het vermogen of belegde vermogen daarop naar bijna 150.000 euro gestegen? Oftewel een plus van bijna 46.000 euro in de laatste zes weken. En een plus van 130.000 euro in het hele jaar. Uh, ja, vooral vanwege Tesla natuurlijk. Maar ook veel andere aandelen. Bijna mijn aandelen staan al eigenlijk in de plus. Dus dat gaat gewoon heel erg goed. Um, iets meer over um, de Giro, een screenshot en zo, zal ik straks verderop in deze video laten zien. Gaan we dan door naar de volgende, eToro. Dat is iets wat ik in november nog niet had, maar nu dus zo'n zeg maar 1700, 1760 euro uh, belegd heb. Dat heeft ermee te maken dat ik eigenlijk op zoek was naar een, een tweede broker. Uh, bij eToro kun je aan de ene kant gratis beleggen, maar ik was vooral juist op zoek naar een backup voor de Giro. Ik had toen een keer te maken met dat de Giro geen order kon verwerken op een druk moment. Dus ik was gewoon aan het kijken naar welke andere broker is er. Uh, ik heb er eerder een video over gemaakt, een review over gemaakt over eToro. Ook die zal ik even linken onder deze video. Inmiddels is daar mijn eerste aankopen gedaan. Zo heb ik bijvoorbeeld Microsoft daar gekocht. Maar zoals je kunt zien ook de ARK Invest ETF, ARKK in dit geval. Um, ook daar kom ik later nog eventjes op terug. Gaan we dan door naar Brand New Day. Daar was het in het begin van het jaar zeg maar, 5600 euro. Een maand geleden, vorige maand 6200 euro. Ik heb er zojuist nog 1800 euro bijgestort Normaal doe ik 50 euro in de maand. Maar ik heb gewoon nog vrije ruimte. Dit gaat over pensioenbeleggen. Dus ik wil nog even wat extra storten. Uh, nu is het vermogen zo'n 8250 euro. Dus dat is ook weer heel erg goed gegaan weer. Kijken we naar peaks. Een kleine stijging. Heeft vooral te maken met ja, het is wisselgeld van de afgelopen weken. FlatX doen we niet meer aan. Bucks doe ik ook niks meer aan. Ik gebruik het nog wel. Ik heb het nog wel, maar ik doe daar geen aankopen. Dan komen we bij crypto. Uh, ja, ik denk dat iedereen wel weet dat het de laatste tijd gewoon heel erg leuk is. Als je crypto bezit. Um, eigenlijk, ja, ik heb een tijdje geleden het interview met Madelon Vos gedaan over crypto. Toen was het al wel een beetje aan de gang. Maar sindsdien is het gewoon echt heel hard gegaan. Zoals je hier ook kunt zien, het begin van het jaar. Had ik 2740 euro in crypto zitten. Eh, zes weken geleden, vorige maand dus, was het 13.600 euro waard. Ik heb niets meer ingelegd. En nu is het zo'n 21.660 euro waard. Oftewel 8.000 euro meer dan zes weken geleden. En bijna 19.000 euro sinds het begin van het jaar. Al heb ik in het begin van het jaar nog wel wat dingen extra gekocht. Ik geloof dat ik ongeveer. Uh, tussen de 7.000 en 8.000 euro heb ingelegd in cryptocurrencies. Dus op dit moment sta ik goed in de plus. Kijken we naar semi, de laatste tijd niets veranderd. Uh, maar wel sinds het begin van het jaar uh, doe ik gewoon voor erbij. Ik laat het zo staan. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Exporo. Dat is een vastgoedbelegging. Ik heb er één keer 1.000 euro in belegd. Uh, dat blijft zo staan. Het is een tijdje minder gegaan. Het gaat nu weer wat beter. En ik denk dat in februari, maart dat ik dan een jaar... Belegd heb uh, in vastgoed via Exporo en op dat moment zal ik ook wel weer even een update maken: een andere video maken. En uh, mocht je nou geïnteresseerd zijn om in een van deze aanbieders, um, alle links vind je eigenlijk onder deze video terug. Degene is, je ziet wel waar ik het meest gebruik van maak, is de Giro. Brand new day, natuurlijk. En eToro sinds kort. Dus ook al die links vind je onder deze video. Uh, mocht je daar nou op klikken, mocht je dan een account aanmaken. dan steun je het kanaal zonder dat het jou iets extra's kost. Dus dat zou ik enorm waarderen. En een eventuele opbrengst investeer ik eigenlijk altijd terug. of in mezelf en in dit kanaal, eigenlijk een combinatie. Dus dat zorgt er ook voor dat ik ook in de toekomst. ook volgend jaar gewoon weer leuke nieuwe content kan maken. Kijken dan even naar de hero. Dan zie je hier uh, wat screenshots van mijn. Uh, Portefeuille bij de Giro op dit moment, dus de meest actuele situatie. Uh, bovenin zien we alle aandelen staan, onderin zien we nog een paar trekkers staan. Het meeste geld zit dus wel belegd in de aandelen. En dan wil ik ook een paar aandelen eigenlijk daaruit oplichten, of nee, ik moet anders zeggen, een paar aandelen wil ik uitlichten. Te beginnen met Alphen, daar sta ik plus 236%. Het jaar begon ik met 14 aandelen, dat is nu gegroeid. Ik heb extra aankopen gedaan, het zijn nu 100 stuks. Volgens mij wel allemaal een beetje in het begin van het jaar aangekocht. Dat zie je hier ook terug. Want Alfa heb ik een gemiddelde aankoopprijs van net geen 24 euro. Terwijl het aandeel nu bijna 80 euro aantikt. Dus uh, ja, ik zit daar heel erg goed. Uh, helaas in het begin van het jaar niet extra gekocht. Ik vond het zeker een interessant aandeel aan het begin van het jaar. Daarom heb ik er toen ook nog uitgebreid naar 100 stuks. Um, en ik had ook wel verwacht dat het ging groeien. Ik had alleen nooit verwacht dat het zo hard ging maar ja, dat heeft natuurlijk te maken met de EV-hype, zoals ik het telkens noem. Het volgende aandeel dat ik wel even wil bespreken is Basic Fit. Sta ik hier plus 44%. Dat is iets wat ik in het begin van het jaar nog niet heb gehad dit aandeel. Uh, ik heb het juist dus sinds begin van het jaar ben ik het gaan kopen. Ik geloof eerst 20 aandelen, toen verdubbeld naar 40, toen verdubbeld naar 80, en uiteindelijk volgens mij richting de 200 en dat nog een keer verdubbeld naar inmiddels dus 400 aandelen. Dat heeft er gewoon mee te maken. Uh, basic Fit werd hard getroffen vanwege de coronacrisis. Uh, sportscholen moesten dicht. Nou, aan de hand mochten ze ook wel een lange tijd open blijven. Uh, maar het aandeel werd gewoon heel hard getroffen. Terwijl het wel een bedrijf is waar ik heel erg in geloofde. Um, ik denk ook zeker voor de toekomst dat ik er nog steeds heel erg in geloof. Uh, ze hebben nog steeds het plan om veel nieuwe sportscholen te openen. Als ze er eenmaal eentje openden, dan verdienen ze die altijd binnen drie jaar terug. Nou, laten we hopen dat er na corona dat het geval is. En het bedrijf zelf is gewoon de verwachting dat het harder dan of meer dan 20 per jaar groeit. Dus is gewoon heel erg interessant omdat juist die afgelopen tijd. Ja, tegen een lage koers te kopen. Je ziet ook wel, nu is het aandeel zo rond de 30 euro. Mijn gemiddelde aankoopprijs ligt net onder de 21 euro. Dus uh, ja, ik zit hier wel goed. En zeker de koersdoelen gaan ja, 40 tot 50 euro voor het komende jaar. Dus dat zou een heel erg mooi rendement betekenen. Uh, waar het iets minder ging, is uh, het aandeel Galapagos. Dat heb ik eigenlijk gekocht, uh, dat zie je trouwens hier staan met min 26,5 procent. Gekocht na het slechte nieuws. Over een afkeuring van een medicijn in de VS. Wel goedgekeurd in Japan en Europa. Um, ik dacht dat het. Ja, het was volgens mij trouwens toen nog niet. tijdelijk niet goedgekeurd. En uiteindelijk is het nu definitief niet goedgekeurd voor Amerika. Zo moet ik het zeggen. Uh, en daarom, ja, Amerika is vaak een heel erg belangrijke markt. voor de farmaceutische industrie. Daar wordt heel veel geld verdiend. Het aandeel is daar hard op afgestraft. Maar ik denk zelfs wel te hard. Want ik geloof zelfs dat de koers nu. Eigenlijk lager ligt dan de cash die ze per aandeel hebben. Dus ja, het is gewoon. Ja, dat is eigenlijk al een reden om het nu misschien wel te kopen. Um, ik had het juist gekocht, omdat het toen al hard afgestraft werd. En dat ik eigenlijk ook wel een beetje wil gaan kijken naar deze sector. Uh, een sector waar ik nog niet zoveel van weet, waar ik wel heel veel interesse in heb, omdat er zeker ja, mooie momenten zijn. Gelapig was ergens begin het jaar of eind vorig jaar, 250 euro. En nu dus zo rond de 80 euro. Dus echt hard gekelderd. En laten we hopen dat dat voor de komende jaren wel weer een interessant aandeel is. Ik weet niet of ik nu bij ga kopen. Uh, maar ik wil het in ieder geval wel behouden. Juist voor de lange termijn, voor de toekomst. Dat was ook de reden dat ik het toen kocht. Het aandeel werd toen niet goedgekeurd in Amerika. Of het medicijn werd niet goedgekeurd in Amerika. En um, ze zei toen, ja, de verwachting is dat dat misschien een jaar duurt. Dat het dan wordt goedgekeurd. Ja, heel veel beleggers willen niet voor een jaar. Die willen op korte termijn winst maken. Ik wil het wel voor de lange termijn aangaan. Dus ik dacht, oh, als het een jaar, twee jaar duurt, vind ik prima. Um, ja, laten we hopen dat dat misschien het volgende medicijn dan zorgt voor een koersstijging. In ieder geval blijf ik het wel dus gewoon houden. Uh, ook al sta ik nu al min 26%. En ja, natuurlijk wat je misschien wel op is gevallen als je al verder hebt gekeken op de screenshots. Tesla, net geen 93.000 euro op dit moment. Ik uh, denk zeker wel gehyped. En daar heb ik trouwens ook gisteren een video over gemaakt. Waarom ik eigenlijk nog steeds deze positie heb. Heeft er vooral mee te maken. Het is nu heel veel geld waard. Maar ik heb er uiteindelijk maar 15.000, 16 16.000 euro in gestopt. Dus um, ik denk dat het op korte termijn wel iets daalt. Maar op lange termijn vind ik het gewoon heel erg interessant om het toch te blijven houden. Maar wil je meer informatie daarover? Dan zou ik je dus doorverwijzen naar de video van gisteren. En dan nog even inzoomen op Itoro. E Wat ik zeg, sinds vorige maand ben ik hier gebruik van gaan maken. Uh, Juist ja als een soort backup en extra broker naast de Giro. Uh, aan de ene kant, dus op het moment dat het misschien ooit bij de Giro plat ligt, als het weer heel erg druk is op de beurs. Aan de andere kant ook wel een producten te kopen die anders niet mogelijk zijn. Nou, hier zie je dat ik Microsoft op dit moment heb, drie aandelen. Ja, wel een heel erg interessant bedrijf voor de lange termijn. En ik heb het nog niet zo heel lang en ik toch al 7% in de plus. Sinds gisteren heb ik ook ARK, een van de ETF's van Arc Invest... Um, helaas, het was niet het beste moment om in te stappen, zie ik. Min 4,5% al wel. Maar juist wel, een van die aandelen waarom ik het juist weer interessant vind om Itoro e te gebruiken, omdat deze ETF ja, niet beschikbaar is in Europa op de normale manier. Het is wel jammer dat het dan weer een CFD is. Maar de minpunten van een CFD vind ik in dit geval ja, minder dan de pluspunten. Dus daarom heb ik toch geld geïnvesteerd. En zoals gezegd, mocht je interesse hebben om ook een account te openen bij de Giro of in dit geval bij eToro, links daarvan vind je onder deze video terug. En een uh, video over de Arc ETF's, dat is de video van afgelopen vrijdag. Daar leg ik even ook uit van waarom het interessant is, maar ook zeker waar je op moet letten omdat het een CFD is. Dus mocht je interesse hebben, ga zeker die video kijken omdat ik daar veel uitgebreider in ga over yes, in specifiek geval deze Arc ETF's of uh, Deze ETF's van ARK Invest, dat zijn inmiddels drie ETF's die ze op dit moment aanbieden. Uh, ik vind ARK Invest heel interessant, heel veel mensen vinden ARK Invest interessant. Ze zijn niet te koop via de Giro, wel via Itoro. maar let eens even op, op een paar punten die ik in die video uitleg. En dan komen we aan bij het laatste stuk van deze video en dat is hoe ging het beleggen nou in eigenlijk in 2020. Aan het begin van het jaar maakte ik een video met... Dat ik vooruit ging kijken naar 2020. En ik had wel een beetje het vermoeden, of ik voorspelde wel, dat er eens een crisis aan zou kunnen komen. Um, dat was meer beredeneerd op dat we eigenlijk al een heel lange tijd in een bullrun zitten. Sinds de vorige crisis, uh, misschien 2011 geloof ik een beetje, uh, we hebben we al 8, 9 jaar lang dat het alleen maar omhoog ging uiteindelijk. Misschien een klein dipje, maar op de lange termijn ging het alleen maar omhoog. Dus statistisch gezien, als we gaan kijken naar de historie, komt die eens in de 10 jaar. Dus de kans dat die zou komen was best wel groot. Nou, we hebben hem ook wel een beetje gehad, een crisis. Zeker in het begin van dit jaar, in maart. Maar zeker niet om de redenen waarop ik dacht. Juist vanwege corona kregen we te maken met een crisis. Een gezondheidscrisis die effect had. Op de beurs, maar ja, in ieder geval wel een crisis die dus effect had op de beurs, waar we ook in de economie of met aandelen er iets van hebben gemerkt. En dus om een reden waar eigenlijk niemand rekening mee hield, of tenminste heel weinig mensen rekening mee hielden. En wat ze dan ook noemen een Black Swan Event, eigenlijk een evenement, een gebeurtenis die eigenlijk maar één keer in de honderd jaar voorkomt. Nou, daar hadden we dus dit jaar mee te maken. Maar in maart zagen we dus best wel een flinke dip van, ik geloof, 20 tot misschien wel ooit soms 30 procent. Op een index, op een, op een beurs, dat we in de min gingen. Maar daarna kwam er vaak ook wel best wel een, een groot en snel herstel. Ook dat was al iets heel herkenmerkend aan 2020. We hadden wel te maken met een, met een crisis, met een flinke dip. Um, ja, niet eens een dip, eigenlijk gewoon een crash. Maar in de maanden daarna, zeker bij sommige aandelen, ging het in één keer heel hard. Waardoor we uiteindelijk ook weer heel. Oh ja, misschien met de meeste aandelen op dit moment, of tenminste niet de meeste aandelen, de meeste beurzen, de indexen staan vaak weer hoger dan aan het begin van het jaar. Dat heeft vooral vaak te maken met tech aandelen. Tech doet het gewoon heel erg goed. En dat is ook wel iets wat we mee kunnen nemen. Deze crisis um, kwam heel snel, herstelde heel snel op de beurs. Maar dat heeft er wel mee te maken dat er ja, eigenlijk gewoon blijvende veranderingen zijn. Ik denk zeker dat winkelvastgoed en offline winkel zeg maar, um, een behoorlijke klap heeft gehad. Dat uh, een behoorlijke boost is dus raakt richting die tech-aandelen, richting het online winkelen, heel veel dingen richting de toekomst weer versneld worden. En dat we ook al zijn we dadelijk corona weer voorbij, dat dat uiteindelijk nog altijd effect zal blijven hebben op aandelen, op de beurs. En dat 2020 gewoon een belangrijk kantelpunt daarin is. En kijken dan naar een samenvatting van mijn situatie, mijn belegging in 2020. Dan is het, het eerste aandeel, of het grootste gedeelte, of het belangrijkste woord misschien wel Tesla. Een aandeel dat ik al een paar jaar heb, waar ik een positie in het uitbreiden was. Begin van het jaar had ik zo'n 8000 euro, geloof ik, in Tesla zitten. Maar 2020 is wel echt het jaar geweest van Tesla. Ik geloof er al lange tijd in. Ik geloof er ook in dat het in de toekomst iets ging worden, dat het langzaam ging groeien. Uh, alleen 2020 is het jaar geweest dat Tesla eigenlijk gewaardeerd werd door heel veel beleggers. Uiteindelijk ook wel weer overgewaardeerd werd door heel veel beleggers. Maar wel gewoon een heel erg belangrijk jaar voor Tesla. En omdat dat gewoon zo'n grote positie voor mij inmiddels is, heel erg belangrijk voor mij... Hangt ook eigenlijk, denk ik, wel samen bij het, het andere belangrijke deel van mijn portefeuille. Omdat ik daar erg in geloofde. Maar ik denk ook zeker voor de beurs heel erg belangrijk. En dat is wat ik eigenlijk een beetje noem de EV-hype, de elektrische voertuigen. Ook daarbij is, denk ik, 2020 gewoon een heel erg belangrijk jaar. Ook weer, denk ik, een kantelpunt voor, het, voor, het, ja, voor deze sector. En kijk dan nog een keer naar mijn portefeuille bij de Giro. dan zie je dat dat dus niet alleen Tesla is, maar ook aandelen zoals Alfa. Plugpower, Power, Archimodo, Albemarle, Gevo en Nio. Allemaal aandelen die te maken hebben met EV's, oftewel zelfmakers-elektrische ze voertuigen. Of ze zorgen voor de infrastructuur die deze voertuigen nodig hebben in de komende jaren. En ik denk dan dat ik vooral ook gewoon in de juiste sector heb gezeten op het juiste moment. Van tevoren zat ik vooral en bijna alleen maar in Tesla, maar ik geloofde wel in de hele sector dit jaar. Kwam dat op gang? Heb ik ook heel veel posities ingenomen in juist die andere bedrijven? Um, ja, en heel die sector is gewoon zo hard gegroeid dit jaar. Uh, dat is denk ik gewoon, ja, op het juiste moment in de juiste sector hebben gezeten. Heeft ook zeker te maken met jullie feedback, jullie reacties onder deze video's, jullie berichtjes via Instagram die ik ontvang. Vaak van: Hey Ruud, kijk eens naar dit aandeel, is dit misschien interessant? Dat kan ik dan weer behandelen in mijn maandelijkse serie Interessante Aandelen. Maar dat juist door dat soort bedrijven, dat ze worden genoemd, dat ik er onderzoek naar ga doen. Dat ik zelf natuurlijk al een beetje hiermee bezig ben. Maar ja, als iets vaak wordt genoemd, ga ik er naar kijken. Um, ja, dus zeker met jullie input heeft veel bijgedragen, denk ik, aan het kanaal, maar ook zeker aan mijn portefeuille. Dus ik zou het erg leuk vinden als je ook nu wederom weer reageert onder deze video. Vertel wat jij hebt meegemaakt in 2020, hoe jij terugkijkt naar 2020, maar ook vooral hoe jij vooruitkijkt naar 2021. Want ik denk dat dat altijd wel leuk is om te horen van hoe jij het beleefd hebt, wat, jou, ja, wat jij ervan hebt geleerd. Wat je misschien anders gaat doen en wat je verwacht van komend jaar, zodat we allemaal iets van kunnen leren. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Morgen, dus, een video over mijn totale vermogen. Nu hebben we alleen gekeken naar. Mijn beleggingen, maar mijn vermogen bestaat natuurlijk uit veel meer dingen. Spaargeld, een huis, een eigen onderneming en heel veel andere dingen. Schulden. Dat gaan we morgen bekijken om daar juist ja, wat betreft vermogen het jaar af te sluiten. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie leuk vinden. Welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? Maar je helpt ook het YouTube-kanaal, want deze video wordt dan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar bijna geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik hieronder deze video op abonneren. Klik eventueel op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij de volgende video.